Nabij de Falawatra-rivier in Sipaliwini zijn een illegale landingsbaan en een onbegeerd vliegtuig op donderdag 12 januari onklaargemaakt door het justitieel interventieteam JIT met ondersteuning van het Nationaal Leger. Dat gebeurde in opdracht van het Openbaar Ministerie. Bij nader onderzoek in het gebied stuitte het JIT van vrijdag 13 januari op 17 gallon kerosine die zij direct hebben laten vernietigen. De gecoördineerde actie van het JIT en het Nationaal Leger volgde op een tip over de aanleg van een airstrip. De piloot en de crew van het illegale vliegtuig zijn nog niet in beeld gebracht. Het meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum in Paramaribo heeft op donderdag 12 januari twee nieuwe leslokalen in gebruik genomen. De nieuwe schoolruimtes hebben ruim 409.000 SRD gekost. De middelen zijn geheel afkomstig uit besparingen van de school zelf en de welwillende ondersteuning van ouders en andere donateurs. Leerkrachten van 11 basisscholen langs de Marowijnrivier zullen worden getraind in de Franse taal. Een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vertrok naar Stoelmanseiland om het traditioneel gezag en de schoolleiders van Malobi, Gankaba, Gonini-Fokreek en Stoelmanseiland in te lichten over dit plan. Het initiatief wordt ondersteund door de Franse ambassade en de UNICEF. Over 2 weken vertrekt de delegatie naar Galibi om ook de schoolleiders van de uitgekozen scholen en het traditioneel gezag in dat gebied in de diepte te vertellen over dit initiatief.